De reddingsboten van Stellendam en Hoek van Holland hebben nieuwe motoren gekregen. En dat betekent dat ze nu een snelheid van ongeveer 18 km per uur kunnen halen. 6 km meer dan vroeger. Kort geleden zijn ze uit Hoek van Holland de Noordzee opgevaren voor een proefvaart. Aangezien reddingsboten in verreweg de meeste gevallen bij ruw weer erop uit moeten trekken, heeft men ook voor de proefvaart een stevig briesje afgewacht. De boten die behoren tot het materiaal van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen zijn zelfrichtend. Dat wil zeggen dat ze zich ook na zware slagzij weer in de normale stand oprichten. Ze zijn 18 meter lang en 4 meter breed, hebben een bemanning van 7 koppen en kunnen 70 schipbreukelingen onderdeks vervoeren. Al 125 jaar verricht de maatschappij zijn onbaatzuchtige menslievende arbeid. De bemanningen der boten zijn steeds paraat om op het eerste sein hulp te verlenen aan in nood verkerende schepen.